Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag maandag, het is ongeveer 1 uur 's middags. En ik sta op het punt om te vertrekken naar een afspraak om onze herfst-wintercollectie voor Gingers te gaan uitkiezen en bestellen. Dus dat gaat heel de namiddag ongeveer duren, denk ik. Dus ja, dat is altijd spannend, hè. We hebben nu al een veel beter beeld over wat voor vrouwen er bij ons kopen en welke maatjes er veel verkocht wordt en welke stijl. Dus het is voor ons veel makkelijker om nu al dingen uit te kiezen dan helemaal in het begin. Dus dat is wel heel tof. Moest je de nieuwe collectie nog niet online hebben gezien, dan kan je hier kijken www.gingers.be. Volgende week komt er opnieuw een nieuwe collectie. Nu is er 70% korting op alle kledij buiten de nieuwe collectie. Dus het is echt wel de moeite. Als je nog een item wil scoren, is het wel de moment. Goed, ik ga even tonen wat ik aan heb. En dan ga ik vertrekken. Oké, voilà. Dit is wat ik aan heb. Dit truitje is van Naked Fashion. Dat heeft zo'n beetje van die open mouwtjes. Alleen van die losse mouwtjes. Dit vestonneke is van Lovis. Dan heb ik gewoon een jeans aan met een scheurtje in. Ik denk dat die van de, ik weet dat eigenlijk niet, Bershka is. En dan heb ik mijn schoentjes aan van ASOS. Voilà, dat is mijn look vandaag. En ik ben klaar om te vertrekken. Vandaag ondertussen dinsdag. Ik ben vergeten vloggen nog na onze collectie die we gekozen hebben. Maar het is goed gegaan. We hebben een hele mooie herfst-wintercollectie gekozen gisteren. Ik heb al opnames gehad vandaag. Ik heb nu net pakjes gemaakt op kantoor. Het is nu iets na 5 uur. Ik ga de pakjes op de post gaan doen. En dan ga ik nog naar de Albert Heijn voor een paar dingen te halen. Omdat we niet zoveel meer in huis hebben. Zo, let's go. Ik ben terug thuis. Het is nu 6:30. En ja, ik kom net terug van de Albert Heijn. Ik ga even laten zien wat ik gekocht heb. The usual, kokoswater, kokosmelk, rijstmelk. Ik zag deze, de wortelwraps van Knorr. Ik ben niet 100% overtuigd dat dat wel oké is, maar het zag wel oké. Dus die wou ik eens testen. Ginger beer. Ik heb meer granen rijstwafels mee. Ik heb een speld broodje mee. En voor op het brood zoete aardappelspread. Ik heb ook bietenhummus mee. Ik heb speldpannenkoekjes mee voor het weekend. Ik heb mijn favoriete zoethoutthee mee. En ook eens een Stermix. Dan heb ik nog een... dat is zo wat een pindakaas iets lopender is. Dus ik doe dat heel graag als snack bij mijn groene appel. En hier, dat is meer voor op de rijstwafels. Die is iets, ja, vaster van structuur. En dan heb ik voor nu, omdat ik echt geen zin meer heb om te koken. Ik doe dat eigenlijk nooit. Maar ik heb zo een zoete aardappelsalade mee. Ik heb er ook een gekocht voor morgen mee te nemen. Omdat ik morgen ook geen tijd heb om te koken voor 's middags. Totaal niet van mijn gewoonte, maar ik wou mij even gemakkelijk maken. Ik ga iets kijken op televisie even, dat opeten. En ga ik mijn scènes voor morgen herhalen en een beetje ontspannen. Ik ben nu bovenop mijn bureau. Ik ga even mijn scènes van morgen herhalen. Het is ondertussen 8 uur. En ik moet zeggen, ik ben echt moe vandaag. Maar het komt goed. Het zijn maar 2 scènes die ik moet herhalen. Dus voilà. En dan ga ik alles klaarmaken voor morgen mee te nemen. Want ik heb gezien dat er terug bestellingen binnen zijn. Dus ik ga die morgen vroeg, voordat ik naar de studio moet, ga ik die eerst gaan maken. Dus ik ga toch de laatste tegen 9 uur moeten vertrekken. Wat super goed meevalt, uiteraard. Maar ik wil even alles nu studeren, alles klaarmaken. Zodat ik eigenlijk morgen een rustige ochtend heb en vrij snel kan vertrekken. Ik
gekeken houden vandaag. Ik ga me ontschminken, pyjama aandoen, nog even mijn bed een serietje kijken en dan ga ik slapen. Dus tot morgen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Het is 7:45. En ik ga hier een klein ontbijtje simpel groene appel met pindakaas eten. Ik ga dan ook nog een smoothie maken voor onderweg. Aan de vanmiddag heb ik dan een slaatje van de Albert Heijn dat ik gisteren gekocht heb. Ik ga nu rond 7:45 ga ik vertrekken naar kantoor. De bestellingen zijn binnengekomen, dus ik ga pakjes maken en meegeven met de post. En dan ga ik, moet ik tegen 11 uur, dat is al voorbij Leuven, moet ik bij de kapper zijn voor mijn haar bij te kleuren. Ik weet dat het normaal gezien niet mag, maar wij hebben een attest bij thuis, zodat dat allemaal gelijk blijft. Dus sorry voor degenen die niet naar de kapper mogen. Ik ga eens mijn pindakaas pakken. En daarna heb ik tegen, zo gaat een uur of twee duren denk ik, tegen 2 uur heb ik een Instagram live op het account van thuis. Samen met Daphne Palink, mijn collega. Dus dat gaan we doen. En dan heb ik nog opnames tot 5 uur. Dus it's a busy day, maar ik heb wel zin in. Dus ik ga hier een beetje, even eerst snel ontbijten. En dan ga ik alles klaarmaken om te vertrekken. Ik heb pakjes gemaakt, ik ga nog wat mails doen en zo, want ik heb nog een beetje tijd. En dan binnen een half uurtje vertrek ik naar de kapper. Hallo, ik ben terug thuis. Het is 6:30. Ik ging van alles vloggen, dat is absoluut niet gelukt. Dus ja, ik heb die Facebook Live gedaan met Daphne. Ik heb nog opnames gehad en nu ben ik thuis. En nu ben ik taco's in de oven aan het opwarmen en Tom heeft al de chili sin carne gemaakt. Dus ik ga tacos eten en een beetje rustig aandoen, wat voorbereiden voor morgen. Maar ik hou het een beetje rustig terug vanavond. Niet dat we iets anders kunnen doen, nietwaar. Ik wil graag nog eventjes wat meegeven. Is een collega van mij, Mathieu, zijn vriendin Tiffany, die heeft een verzorgingsgamma Make Sense. Dat is Belgisch, dat is 100% ecologisch. Dus het zijn allemaal natuurlijke verzorgingsproducten. Ik heb hier een heel bundeltje met uitleg, dus dat ga ik op mijn gemak eens lezen. Oh, dat vind ik al heel goed. Dat zijn zo ontschminkingdoekjes, maar je kan die gewoon wassen. Dus dat
Ja, je verspilt geen watjes niet meer of zo, dus die kun je hergebruiken. Ik heb dat al. Dat was van bamboe, ik weet niet van wat dat hier gemaakt is. Ik ga het op mijn gemak bekijken, maar dat is super zacht. Het is ecologisch, het is herbruikbaar, dus het is alleen maar positief. Dus dat vind ik al een hele goeie. Dan hebben we hier een calming. Wacht, ik moet even zien wat dat is. Een tonic. Het is een tonic om je huid. Ja, dat is mijn microgolf. Voilà. Dus dat is een tonic die blijkbaar kalming is, dus rustgevend is voor de huid. Dan hebben we een Aloe Vera Face Body Hair Care. Het is een gel, amai. Ik heb hier een hele dag moeten praten, het gaat weer moeilijk. Dus dat is voor gezicht, lichaam en uw haar. Dat is een gel van Aloe Vera. Dan hebben we een cleansing balm. Dus het is een. Ah, dat is goed, want de mijne is op. Het is echt voor u te demaquilleren. Dus dat kan ik vanavond al eens testen. Dan hebben we een facial cream. Gezichtscreme. Kan ook nooit kwaad, uiteraard. Dan hebben we een shampoo. Daar ben ik altijd benieuwd naar, omdat ik super droog en stug haar heb. En veel dingen pakken niet op mijn haar. Dus ik ben wel benieuwd of dat deze. Kan werken. En dan hebben we nog een skin serum. Dat vind ik wel een interessante. Dat vind ik heel interessant. Dus dat is een serum dat je zo met drupjes op je gezicht moet doen. Ik ben heel benieuwd om het te testen, maar ik ben alleszins al fan, omdat het Belgisch is, dat het ecologisch is. Dat vind ik allemaal al super. Dus als het nu ook nog goede producten zijn, dan is het helemaal een topper, hè? Maar ik hou jullie alvast op de hoogte. Ik ga het ook op mijn gemak allemaal eens lezen. Dus keep you posted. Het is 7:15. Ik ben net volledig klaar om te vertrekken. Ik heb vandaag buitenopnames. Ik heb mij terug een smoothie gemaakt, maar met tropisch fruit. En een thee ook. Een thermos thee voor daar. Omdat ik vrees dat het al in lentekledij gaat zijn en dat ik echt koud ga hebben. Ik begin ook stilletjes aan een klein beetje verkouden te worden. Dus ik ga een beetje moeten opletten. Goed, dus ik ga nog verder alles klaarmaken en dan ga ik vertrekken. De opnames zitten erop. We zijn eigenlijk een uur vroeger klaar dan verwacht. Dus kijk hoe. Het was wel heel koud. We hebben gedraaid op de Withoeve buiten. En wij spelen natuurlijk al dat lente is. Dus ik heb wel koud gehad, maar het is allemaal goed gegaan. Ik ben heel blij. Ik ben blij dat we vroeger klaar zijn ook. Dus ik denk dat ik tegen 6:00 al thuis ga zijn. Dus dat is super, want dan heb ik echt nog een leuke avond. Zo, ik ben thuis. Dus nog maar 6:15. Heerlijk. En ik heb weer geluk, want eten staat in de frigo. Dus Tom heeft dat gemaakt. Het is rijst met een pittige curry en aubergine. Dus daar kijk ik alvast naar uit. Nu eten en ondertussen terug een YouTube-filmpje kijken. Tijdens het eten in de zetel. En een beetje ontspannen. Het is vandaag vrijdag, laatste werkdag. Het is 9:45. Ik kom net uit de douche. Ik heb binnen een half uurtje lezing hier thuis. En vanmiddag heb ik nog opnames. Dus ik moet al vrij snel vertrekken. Dus ik ben nu een beetje mijn boterhamdoos aan het maken.
Omdat ik eigenlijk niet veel tijd ga hebben om te eten om te kunnen meepakken voor onderweg. Zes. Ik ben terug van de opnames. Ik heb me net een snack gemaakt. Dat is rijst, wafel, banaan, pindakaas en hennepzaad. Dat is een super goede combo. En ik ga nu nog onze kledij en de schoenen op Ginger's, onze webshop, aan -70% zetten. Ik ga daar denk ik wel een klein uurtje mee bezig zijn. Vandaar dat ik ook hier de vlog ga afsluiten. Ik heb ook het gevoel dat ik alle dagen op elkaar lijken. Ik ga werken, ik eet, ik doe nog iets, ik kijk tv en ik ga slapen. Dus, heb ik voor volgende week, ik ga nog zien 4:30 of 5:00 morning routine challenge doen. Waarbij ik elke dag om 4:30 of 5:00, ik ga nog zien, ik ga een beetje mijn agenda bekijken. Ga opstaan en een gezonde ochtendroutine gaan doen. Elke dag om te zien hoe ik mij aan het einde van de week ga voelen. Dus wil je het niet missen? Vergeet niet te abonneren en ik zie jullie heel graag in de volgende video terug. Muah.